De titel van mijn column is Erfgoedaanjager. De gemeente Nijmegen gaat een erfgoedaanjager aanstellen. Een precieze taakomschrijving heb ik nergens kunnen vinden, maar in hoofdlijnen komt het erop neer dat hij of zij samenhang moet gaan aanbrengen tussen de erfgoedinstellingen in de stad. De kosten bedragen 150.000 euro op jaarbasis. Ik ken de CAO van erfgoedaanjagers niet. Maar ik vind het een fors bedrag voor zo'n vage omschrijving. Aan passant heeft de gemeente ook geld vrijgemaakt om mee te dingen naar de status van werelderfgoed van UNESCO voor terreinen die verbonden zijn aan de Limes, de noordgrens van het Romeinse Rijk. De weg naar de hel is gepaveid met goede bedoelingen. De weg naar de status van UNESCO werelderfgoed ook. Want het klinkt allemaal mooi. Erfgoedaanjager, UNESCO Werelderfgoed, Romeinse Rijk, en dat allemaal in Nijmegen, de oudste stad van het land. Maar organisaties die daadwerkelijk iets laten zien van de oudste stad, zoals de Bastij, de Stevenskerk of het Gebroeders van Limburghuis, krijgen niks. En dat steekt bij deze organisaties. Maar kan die erfgoedaanjager erfgoedtechnisch aanjagen wat hij wil? Maar zo schiet het natuurlijk voor geen meter op. Promotie dat er in Nijmegen veel te zien is als oudste stad van het land. Daar schort nog wel het een en ander aan. Monique Esselbrugge zal afgelopen week als wethouder voor city marketing en toerisme hoopvol voor de televisie zijn gaan zitten om te kijken naar het programma 3 op reis. Vanwege de coronabeperkingen van internationale vakanties richt het programma zich op vakanties in het binnenland, afgelopen week met Nijmegen als onderwerp. En waar ging het programma over? Over het nog altijd links-anarchistische en vrijgevochten karakter van de stad, met beelden van de Piersonrellen als hoogtepunt, leidend tot Havana aan de Waal. De Piersonrellen behoren terecht tot de kanon van Nijmegen, maar Monique Esselbrugge bedoeld met de toeristische slogan 'Old City, Young Vibe', meer dan rebellie en tegencultuur. Tot de overmaat van ramp stond er afgelopen donderdag een opvallende advertentie in de Volkskrant. In aanbieding van drie dagen Nijmegen vanaf 69 euro in een gastvrij hotel nabij de waal in een bosrijke omgeving. Foto erbij van het uitzicht op de skyline vanaf Nij van Nijmegen. Vanaf de overkant van de waal. Wat wil je nog meer om als oudste stad van het land toeristen te trekken? Nou, alles. De aanbieding geldt voor het Van der Valk Hotel in Kuik. Nabij de waal is wel erg rekkelijk opgevat. Van zo'n advertentie moet Monique Esselbrugge toch vlekken in haar nek krijgen van ellende. Recent heeft de gemeente op speciaal verzoek van de directie van het Van der Valk Hotel in Lent de bouwplannen voor de waalsprong aangepast, zodat hotelgasten vrij uitzicht op de waal blijven houden. Als dank gaat het filiaal in Kuik mooi weerspelen met Nijmegen. Iedere aanjager van samenhangen weet dat liefde van twee kanten moet komen. Als er dan toch op Veurland gebouwd gaat worden zou ik deze keer niet op een verdiepingje meer of minder kijken.